Met het strijken van de vlag neemt Feyenoord afscheid van het complex aan de Krommezandweg en de vlag wordt zorgvuldig opgevouwen. Ondertussen gaat de loper met een kleine Feyenoordvlag het lege stadion uit. Samen met verschillende lopers, waaronder Ascherman, brengt hij het vlaggetje in estafettevorm naar het nieuwe stadion waar de officiële opening zal zijn. De lopers hebben allemaal een loopshirt aan dat speciaal voor deze gelegenheid is ontworpen met het rood-witte Feyenoord logo. De route die ze afleggen is ongeveer 4 kilometer en gaat onder andere via de Putselaan, Slaghekstraat, Bijlandselaan richting de Olympiaweg. En ook deze wissel ging weer prachtig. Het tunneltje onderdoor langs een grote menigte die ondanks het gure weer ook op weg is naar het nieuwe thuishaven. Loper Huibrechts heeft het stadion zicht, draait naar links, probeert een weg te vinden langs de massa en loopt met de vlag het stadion binnen. Mogen in dit stadion velen van eerlijke kracht meten en goede kameraadschap genieten. Hallo? Hallo? De koningin, verklaar ik hiermede het stadion Feyenoord geopend.